Hoi allemaal, welkom terug op mijn kanaal en voor als je nieuw bent, welkom. Als je nog niet geabonneerd bent, zou ik het super leuk vinden als je abonneert. En dan ga ik snel beginnen met deze video. Zoals jullie zien ben ik vandaag niet alleen. Ik ben met mijn zusje. Stel je even voor. Ik ben Cheyenne. Dat was het. Cheyenne, stel je even goed voor. Ik ben Cheyenne, ik ben 17. Ja. En waarom doe je mee in mijn video vandaag? Omdat jij het aan me vroeg. Nee, omdat je van eten houdt. Ja, ook. Ja. Oké. Okay. Nou, wij gaan vandaag de Spicy Noodles Challenge doen. Ik heb de heetste noedels ter wereld gekocht. Ik wist niet dat je het in Nederland kon krijgen, maar ik heb ze gevonden. En we hebben hier de dingetjes die erin moeten, die dus de heetste noedels van de wereld maken. Oké, nou, het zijn nu dus nog doodnormale noedels, zoals je kan zien. We hebben melk, voor als we doodgaan. En nu moeten we deze zakjes in de noedels doen. Dit zijn zeg maar de kruiden. En dit is wat het echt heet maakt. Dus ik ben benieuwd, we gaan het erin doen. Oké, de substantie wat ze er nu in doen is echt letterlijk rood. Vuurrood. Echt niet, het is bruin, joh. Het is vuurrood bij mij. Zodat het uit de tafel gaat. Dan ga ik beginnen met die kruiden. Maar wat voegt dit toe, deze kruiden? Ik denk smaak. Ja, smaak. Pindasmaak of zo. Eeuw, en sesam. Oké, in de kruiden dingetjes zitten van die sesampitjes. En zeewier. Wow, volgens mij is dat zeewier. Eeuw. Oké, mijn is al best wel droog geworden, dus we gaan het nu roeren. Kijken wat er mee gaat gebeuren. Zie je, jou wordt helemaal rood. Mijn niet. Kijk, die geur maakt niet goed. Als je hoort... Alsnog laat je op. Oké, we hebben de noedels geroerd en het is letterlijk vuurrood geworden, zoals ik al dacht. Laat jou ook even zien. Mijn is best wel droog geworden, die van jou is nog best wel... slimy. Doe jij hier zo? Begin jij. Kijk, wij eten thuis gewoon pittig, dus ik ben echt benieuwd of ik dit echt zo heet ga vinden. Maar mijn zusje eet de peper niet, dus zij mag beginnen. Oh, pipita! Oké, neem maar als eerste een hoop. Ik kan het niet. Nee, ik kan het niet. Ja, ik likte gewoon één keer zo. Mijn mond is gelijk in brand, hè? Je hebt genoeg melk gedaan, oké. Ah, ik had die pak hier moeten zetten hoor. Die wat? Die pak. Die pak? Shit, ik durf echt. Waar ruikt het naar? Vuur. Nee, ik weet niet. Het ruikt gewoon een beetje naar de dood of zo. Broer. Moment van de waarheid. Is het echt een heet? Ik wil gewoon wel drinken. Oké, nou, wat wil je nog doen? Wie het eerste op heeft, of durf je dat niet aan? Oké, de bedoeling was dat we zouden doen wie het het eerst op zou eten, maar ik denk niet dat we dat gaan doen. Want mijn zusje die gaat nu al dood. Ik krijg het warm. Oké, ik ga ook beginnen. Ik mag toch gewoon melk drinken nu? Ja. Oké. Shit, ik begin helemaal te zweten. Nee, die zijn er dan. Oké, neem nog een hap. Ik heb net een hap genomen, maar ik moet zeggen, ik vind het niet zo heet als zij het vindt. Maar ik moet zeggen, het begint echt laat. Wow. Allemaal kwijt in mijn mond. Het begint echt laat voordat het echt heet wordt. Dus ik ga een beetje snel eten. Ik vond het gelijk hoor, ik weet niet van jou. Oké. Ik durf niet meer. Ik vind hem lekker. Ik zeg je eerlijk, ik vind hem heel lekker. Doe.
Je moet hem helemaal opkrijgen, hè? Gaat wel lukken. Mijn hart. Jay, je mag maar één glas melk drinken in de hele video. Dus doe rustig met je melk. Kiel, ik weet niet uit welke boek jij dat regel opeens hebt verzonnen. Dat is mijn eigen bedachte regel. Die je net zelf hebt verzonnen, ja. Ja. Eén glas melk, ben je gek? Oké. Mijn ogen beginnen nu ook een beetje water geworden. Ik vind het toch knap dat je het eet. Het is een ik moet. Ja, je kan niet meer down gaan nu, hè? Is de camera op je gericht. Je moet het nu opeten. Nog een hap, kom op. Nog een. Ik kan niet meer doen over dit ding. Want het wordt leeg. Kijk, dat doe niet alsof jij ver bent. Wat je wordt leeg. Ik wel. Oké, hoe dieper ik in het bord kom, hoe meer van die saus erin zit. En die saus maakt het echt heet. Ik begin het ook helemaal warm te krijgen. Ik heb een ding nodig, zo'n... hoe heet dat? Ventilator. Ventilator. You can do it. Oh, je moet het niet te snel eten, man. Het gaat echt in het verkeerde keelgat. Mijn tong. Mijn tong is dood aan het gaan. Die noedels, de noedels die jullie kennen van de Albert Heijn, is niks vergeleken dit. Deze jumbo noedels waren echt zo groot. Het zakje met de pittige substantie was zo groot. Shit, dat is echt heel heet. Ik ga niet halen. Ja, kom op. Jawel, je kan het wel. Doe het voor de YouTube. Kom op, Jim. Kom op, je haalt het wel. Iedereen gaat je herkennen als loser, hè? Als je het niet opkrijgt. Als mijn ding, mijn melk op is, dan kap ik, hè? Nee, zie je, dan moet je snel eten. Mijn zusje is ondertussen lijf aan het gaan en iedereen is aan het uitlachen. Luister, je vrienden gaan ook zien als je afgaat. Nee, ik kan niet meer. Ik kan echt niet meer. Dit prikt als een... Wow, die ga ik eruit knippen. Ja, net op je tand. Kom op. Oh, wow, mijn lippen branden zo erg. Kom op, dames, jullie kunnen het. Mam, je weet niks, kind. Mam, ja, ja. Ik laat twee happen voor jou over. En dan gaan we zien wat je ervan vindt. Shea laat een hele kom voor je over. Shea, kom op. Nee, Shea gaat helemaal klaren. Kom op, Shea. Ik weet het niet, man. Als ik dit heet vind, dan kan Shea niet aan. Go, Shea. Go, Shea. Wie cheert mij ook? Niemand. Maar jij bent een beetje peper gewend. Maar dit is echt heet. Hou op. Dus ik heb meerdere video's gekeken op YouTube van de Spicy Noodle Challenge. Yo, je stem begint gewoon helemaal te switchen. Precies deze verpakking die ik had. En ik dacht dat mensen overdreven, maar nee, dit is echt heel erg. Ik voel het gewoon in mijn huid of zo. Totally gonna win this. Neem even twee happen achter elkaar. Dan gaat het sneller weg, zeg maar, de hitte. Noem maar. Dit verzie je ook gewoon niet. Nee. Ik had het al niet moeten vertrouwen. Noedels die rood zijn, gewoon, hou op. Dat is een en al peper. Eén noot, sambal. Shit. Go Cheyenne, go Cheyenne, kom op. Cola kiesje, cola kiesje. Zo zie je dat in mijn feest. Als je het zelf niet doet, doet iemand het. Cola kiesje. Is het bij mij ook rood hier? Nee, bij mij wel. Jullie lippen? Mijn lippen zijn rood aan het worden. Oh jezus. Ja, maar jullie moeten gewoon door eten. Dan voel je het in één keer. Nou... Kijk, praat stoer vanaf daar. Echt zo? Praat stoer vanaf daar. Hey, ik vind het zo goed van Shea, echt. Zie jij die geen peper in? Ik zou het nog beter vinden als je het opeet. Dan ben je echt master. Dat is trouwens mijn moeder op de achtergrond hoor, wat jullie horen.
Kijk, als je niet eet, dan wordt het heter, hè? Dus je moet gewoon een hap nemen. En dan was je, hè? Als ik niet praat, ga ik dood. Amina. Je moet wel een beetje door eten. Mijn is bijna op. Oh, wat goed. Dit is mijn hap. Oké. Doe dat. En dit is die van mijn zusje. Nou, zie je, je hebt nog een... Hé, hoe kan jij zo'n stuk te gaan? Laat maar laten gaan, meisje. En mijn melk wil ik niet opdrinken, dan. Oké. Doe je het ook zo? Dus mensen doen deze challenge met twee verschillende noedels. De rode verpakking en de zwarte verpakking. Wat is de zwarte verpakking? De zwarte verpakking is super, super, super heet. Er staat ook extremely hot. Nee. Maar op deze staat 2x spicy. Dus die is nog heter dan de zwarte. En die zwarte hoorde ik al dat die echt heel heftig was. Dus wij hebben echt de heetste van de wereld genomen. Hè? Besef je dat? Dat je dat nu aan het eten bent. Dus box. Box, wat bedoel je box? Je laat me bijna de dood ingaan. Als ik, I just got als ik zo uitadem met mijn neus zo, dan is het gewoon hete lucht of zo voor je rommel. Oké. Nee, ik wil niet meer. You can do it, kom op je. Nog twee. I'm rooting for you, kom op. Maar ik kan niet. Ik denk nog twee hapjes. Ja, en de rest is voor mama. Shen, eten! Poesie! Hé, maar luister. Poesie! Hoe meer je gaat drinken, hoe heter het wordt, hè? Serieus? Niet met melk, toch? Eten. In welk land jij dat uit hebt gevonden? Ik heb hem bijna op. Nog drie had. Maar jij zei in het begin ook dat jij minder had, hè? Niet Cheyenne, weet je wat we daarna hebben gedaan? We hebben daarna geruild. Oh ja! Nee, kijk. Oh ja! Ik had de mindere en toen hadden we daarna geruild. Dus toen had jij de mindere. Nee, ik had de mindere. Nee, ik ga niet liegen. Kijk, zij had minder, kijk, hè? Smoesjes aan het verzinnen nee, nu. Nee, zij had minder. Dus daarom is zij zo nee, snel dat opgegaan. Niet wel. Dat is echt niet waar. Oh, ik kan mijn neus niet ophalen. Vier. Dat is echt heel onrustig. Iemand zegt, hoe ver is je zus in mijn zusje de live video? Nou, ik hoef nog maar drie hapjes. Drie hapjes en mijn zusje moet toch echt een hele kom. Jezus. Ja. Maar ik stop ermee, denk. Nee, je hebt twee hapjes. Kom op, doe het voor de kijkers. Doe het voor YouTube. Doe het voor je live, mensen. You can do this. Wie heeft dit uitgevonden? Diegene is gek. Helemaal gek. Nog een grotere hap. Dit is een kleintje. Oh. Dit is niet klein. Nou, je moet het een beetje rollen. Oh. Mijn wenkbrauwen zitten er straks niet meer op zo. Erg ben ik aan het zweten. Laat. Drie, twee, één. Slurpen, slurpen, slurpen. You can do this. Eerlijk, ik zeg je zussen. Ik zeg je eerlijk, mijn zusje is MVP, man, dat ze dit doen. Besef dat ik gewoon 0,0% eigenlijk tegen peper ben, hè? Ga je vanaf nu sambal eten met ons? Nee. Nee. Ja, je kan het gewoon, dus je bent aan cellulitis. Beter gaan we aan cellulitis denk ik niet, man. Dit niet in ieder geval. Zelfs ik ga dood. Ik heb gewoon water in mijn mond. Ja, je gaat straks die van Cheyenne eten, want Cheyenne kan het toch niet doen. Oh, het lijkt zelfs alsof mijn tanden gevoelig geworden. Alles. Totdat nog één hap. Totdat jullie naar de wc gaan. Kan je alvast nog een glas melk? Nee, mag niet, want je mag maar jawel, even... straks, voor straks. Voor na. Okay. Nu, alsjeblieft. Dit zijn nog twee hapjes. Nog twee hapjes, I can do this. Mijn zusje, nog steeds de hele kom.
Nog één hap? Nog één grote hap, kom op. Ik ga denk ik overleven. Ja. Maar ze zijn wel lekker, toch? Ze zijn heet, maar ze zijn wel lekker. Ze zijn niet lekker. Vind je de smaak echt niet lekker? Nee. Oké. Ik ga die laatste hap, ga ik een scotch geven. Nee, Shea, kom op. Je stelt je kijkers echt teleur, man. En mijn volgers. Ja, dat is goed. Nee, ik kan niet meer. Ik ga dood. Shea. Mam, kan je een glas voor me pakken? Nee, je mag niet. Straks! Ja, maar nu nog niet. Ja, kom op. Mijn moeder is echt een misgunner. Ze wil ons zien sufferen. Mam, kan je alsjeblieft doen? Mam, ik ga dood. Moet ik dat nu doen? Mm-hmm. Nee, maar je mag niet. Ja, maar Shea heeft nog maar één hapje. Oh, moet ze maar... Ik denk niet dat ze het redt. Nog even. Ze gaat niet halen. Mooi. Ja. Ik begin gewoon een rare gevoel in mijn buik te krijgen, alles. Wat? Dat tot je straks naar de wc gaat, kerel. Oké, dankjewel, mam. Shea, dat is voor na, hè? Je gaat nu een hapje eten, maar je mag niet drinken. Maar ik mag nu wel, hij was nog niet helemaal op, dus ik mag een paar stukken. Echte sausen is hij. Echt niet normaal. Ik ga de laatste hap niet doen. I won! Mijn is op. Ik heb gewonnen. Boe. Wie is de baas? Nee, kom op man, wie is de baas? Zij eet elke dag van die ajuma pepers, hè, bij haar eten. Ik eet nooit, gewoon letterlijk nooit peper. Nooit. Maar wie heeft er gewonnen? Dat is logisch. Nee, Cheyenne. Nee, dit is een challenge, er is een winnaar en er is een verliezer. Okay. Ik ben de winnaar en dit is de verliezer. Okay. Dit is hoe een verliezer eruit ziet. Nee, ik ben ook een winnaar, want... Ja, ze is wel een doorzetter. Ik zeg je eerlijk, ze gaat nu het laatste hapje eten. Lakisha is de winnaar, maar ik heb respect voor Shea. Ik weet niet, zie je, er is hier echt een verdeeldheid. Nee, omdat zij geen peper eet. En zo naar jou, mama. En zo naar mezelf. En naar deze melk is nodig. Oké, laat hier een hapje van mij, want... Shea, laat alles een hapje voor mij, je mag mee eten, kom hoor. Nee, Shea, niet gaan. Ja, ze moet nog één hap, je moet meer eten. Het lijkt nu alsof het alleen maar erger wordt. Kijk. Oh, kom op. Dat je met je moeder. Mentale voorbereiding. Ik zeg je eerlijk, als je niet tegen peper kan en je gaat deze challenge doen, haal de zwarte verpakking. Begin niet met rood. Jij wist dat ik niet tegen peper kon. Ja, maar jij bent anders dan mijn kijkers. Losmaken hoor. Stilte voor de stormen. Ik wil echt niet meer. Je hebt één hap. Hoe erg kan het zijn? Nu is die ding is een beetje weg nu. En als ik nu weer een hap ga nemen, komt weer allemaal. Bij mij wordt het alleen maar erger. Waarom is het bij jou weg? Dit is mijn laatste, hè? Hapje. Kan je zien? Hapje is dit. Maar maakt niet uit. Doe maar. Oké. Hazen, maar... Ga niet helpen, man. Ik zeg je eerlijk, ze is baas dat ze dit doet. Ze is baas dat ze dit doet. Haal dit uit mijn buurt. Oké, nou, mijn zusje heeft wel de merendeel heeft ze opgegeten. So I have to give it to her. Dit is voor de rest van mijn moeder. Kijken wat zij ervan gaat vinden. Gaat het nog? Oké, ik heb echt... Nou, wij kunnen in ieder geval zeggen dat we de spicy noodles challenge hebben gedaan. Weer switcht je stem. Dat komt echt niet... Die pittigheid zit echt in mijn keel. Maar we hebben de Spicy Noodles Challenge gedaan voor jullie. De heetste noedels ter wereld hebben wij, ik,
opgegeten. En mijn zusje heeft een poging gedaan om het op te eten. En ik vind toch dat ze heel ver is gekomen. Ik ga straks ook dat hele pak melk leeg drinken. Shea, jij hebt genoeg gehad. Daar is bijna op. Nee, je hebt genoeg gehad. Nee. Jullie kunnen ook een beetje suiker, is ook goed. Tip van de dag, tip van mijn moeder. Suiker helpt ook. Geef die melk aan mij. Dus ik geef de melk wel aan mijn zusje. Ze heeft het meer nodig dan ik. Dan was dit de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar deze challenge te kijken. Willen jullie dat wij meer challenges met z'n tweeën doen? Geef dan zeker wat duimpjes omhoog en laat het weten in de comments. En dan zie ik jullie super graag in mijn volgende video. Dan ga ik straks een kan water drinken. Water? En mijn zusje gaat straks naar de wc. En dan zie ik jullie super graag in mijn volgende video. Doeg! Doei! Yeah. Yeah. Yeah.